Linda Lepom, jij kan hier natuurlijk niet ontbreken op de Musical Awards, maar ik denk dat je vooral als supporter gekomen bent vanavond, hè? Dat klopt een beetje, want ik heb mijn werkterrein verlegd natuurlijk. Ik werk ondertussen al 4 jaar in Nederland aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar ik verantwoordelijk ben voor de musicaltheaterafdeling. Dus dat betekent dat ik een heleboel jonge, getalenteerde mensen zie voorbij komen en dat ik mede kan bouwen aan, ja, aan dat wat ze nodig hebben. Regisseurs kan aantrekken, dus Frank van Laken komt bij ons eens werken en Martin Michel komt choreografie doen, Brigitte Terks geeft er les. Dus allemaal die mensen uit het werkveld die ik natuurlijk al 20 jaar en langer ken allemaal, die kan ik nu aantrekken om ook te werken met onze jonge studenten die ook dat aanstormend talent zijn. En uiteraard is het merendeel daarvan zijn Nederlanders. Maar meer en meer Vlamingen vinden natuurlijk ook de weg naar Tilburg, want het is Brabant, is niet zo ver over de grens. En je kan er niet omheen dat natuurlijk Nederland toch meer dan 2 keer zo groot is, tenminste qua bewoners, aantallen burgers, dan in Vlaanderen. En dat dat musicalveld daar toch nog wel iets levendiger is. En we zitten voorlopig hier in Vlaanderen in een dal. Dus laat ons hopen dat we er ook weer uit kunnen klimmen en dat we weer aan die top kunnen komen te staan. Nu, de VRT heeft onlangs de afschaffing van Eurosong in de huidige formule aangekondigd. Vind je dat een goed idee? Je bedoelt met de afschaffing van Eurosong de preselectie toestanden, hè? Ja. Ja, aan zich wel, absoluut. Ik denk dat het beter is dat een professionele jury misschien iemand aanduidt en dat die dan een aantal nummers kan brengen, kan laten zien waar hij of zij of de groep het sterkste in is en wat dan kan aanspreken. Dat is een andere vorm van competitie dan. Dan gaan mensen vermoedelijk, zelfs als je het publiek opnieuw laat stemmen, maar dan gaat men terug luisteren naar het nummer.